In dit deel van de tutorial gaan we de hele tegeltjes haken. De hele tegeltjes bestaan uit 5 kleuren. Ik gebruik voor de tegeltjes standaard geel in verschillende tinten. Voor het hartje van de bloem en groen voor de blaadjes van de bloem. En daarnaast gebruik ik nog 3 contrasterende kleuren. Ik heb ervoor gekozen om er een bont geheel van te maken, want ik gebruik restjes van de Saskia en de Royal van de Zeeman en de Vibra. Maar je kan er ook voor kiezen om ieder tegeltje gelijk te maken. Dan wordt het een rustig project. Nou, dus ik gebruik 5 kleuren voor een tegeltje. Een haaknaald en mijn schaartje. Verder haken we de meeste draadjes gelijk weg. Zodat we aan het eind veel, veel minder hebben om af te hechten. Want daar heb ik een heel erg grote hekel aan. Laten we snel beginnen. Aan de kant. Ik begin met het hart van het bloemetje. Er zijn 2 mogelijkheden om te starten. De magische ring, daar ga ik het mee doen. En als het je met dit filmpje nog niet lukt om de magische ring te haken, dan kan je ook beginnen met 2 lossen. Waar je vervolgens 6 vaste in haakt. Maar ik begin met de magische ring en daarin ga ik 6 vaste haken. Ik ga het voordoen. Ik sla de draad over mijn vingers en kruis ze. Dan steek ik de naald onder de lus door en pak de werkdraad. En vervolgens haak ik daarin 1 losse. Dus de magische ring. Deze los een beetje los. En vervolgens ga ik om de 2 draadjes heen 6 vaste haken. Als je in de tweede losse vanaf de naald 6 vast heb gehaakt, dan is het al een rondje. Maar met de magische ring moeten we het even aantrekken aan het korte draadje. Rustig trekken. En dan trek je het dicht. Vervolgens gaan we hem sluiten met een halve vaste op de eerste steek, of de 6e steek vanaf de naald. Dus 1, 2, 3, 4, 5, 6. Steken we de naald onder de 2 lusjes door. En we leggen het begindraadje ook over de naald en vervolgens haken we een halve vaste. De tweede toer leggen we de draad langs ons werk en we gaan steeds de draad omhaken. We gaan nu in iedere steek een half stokje en een losse haken, behalve in de eerste steek. Daar zitten we al in. Daar haken we 3 lossen, een beetje los. Die tellen voor een half stokje en een losse. Dan gaan we nu omslaan en insteken in de volgende steek. En het draadje ook over de naald. Een half stokje en een losse. Dan gaan we naar de volgende steek insteken. En ook de draad ligt weer over de naald. Een half stokje en een losse. Nou, zo gaan we door. Totdat we 6 halve stokjes, inclusief de eerste van 3 lossen en een losse hebben. Ik ben aan de laatste. Het begindraadje kan je nu afknippen. Zit dat niet meer in de weg. En dan gaan we de toer sluiten op de tweede losse. Die we in het begin hebben gehaakt met een halve vaste. Als je het goed hebt gedaan, heb je nu 1, 2, 3, 4, 5, 6 ruimtes. Als dat klopt, gaan we de werkdraad afknippen op een centimeter of 6. En we trekken de lus door. Dat is het begin van de tegel.
We gaan nu de bloem haken. Dus nu pak je de kleur waarmee je het bloemetje wil maken. Ik heb gekozen voor roze. Iets dichterbij. Maak weer een lus. Die nemen we op de naald. Een beetje aantrekken, niet te strak. Nou hebben we dus openingen. En we gaan haken in de tweede opening vanaf de einddraad. Dus dit is de eerste en dit is de tweede. We steken daar de naald in en maken een halve vaste. In iedere opening starten we met een halve vaste, twee losse, twee stokjes, twee losse en een halve vaste. Dat worden bloemblaadjes. We leggen de begindraad van de bloemkleur langs de losse toer hier. En we beginnen dus met de halve vaste. Daar hebben we mee aangehecht, dus die is er al. Twee lossen. Vervolgens in die opening en ook om het begindraadje heen twee stokjes. En twee lossen. En dan gaat de laatste halve vaste het bloemblaadje in deze opening afmaken. Gaan we naar de volgende opening. We nemen dat roze draadje nemen we weer mee. In die opening haken we weer een halve vaste. Twee lossen. Twee stokjes. Steeds om dat roze draadje ook heen, of welke kleur je ook gebruikt. Een tweede stokje. Twee lossen. En weer een halve vaste om het bloemblaadje te sluiten. Gaan we naar de volgende opening. En nu hebben we twee draadjes. Die leggen we ook gewoon weer langs die losse reeks. Dan gaan we in die opening ook weer een halve vaste. Twee lossen, twee stokjes, twee lossen en de halve vaste doen. We nemen de draadjes mee naar de volgende opening. Weer een halve vaste in de volgende opening. Twee lossen. Twee stokjes. Twee lossen. En de halve vaste. Nu kan je die draadjes verder gewoon laten hangen. Die zitten al genoeg vast. En dan gaan we de laatste twee bloemblaadjes maken. Naar de volgende ruimte. Halve vaste. Twee lossen. Twee stokjes. Twee lossen en een halve vaste en het laatste bloemblaadje, halve vaste, twee lossen, twee stokjes, twee lossen, een halve vaste en dan maken we nog een halve vaste in de eerste ruimte waarin we het eerste bloemblaadje hebben gehaakt. Pakken we de schaar, knippen we eerst de twee einddraadjes af en vervolgens knippen we op een centimeter of 6 de werkdraad af. En we trekken de lus door. Nou, dan hebben we het bloemetje gemaakt. Dan gaan we nu de contrasterende kleur achter het bloemetje haken. Ik heb daarvoor gekozen voor blauw. Jij kan iedere kleur nemen die je wil. Gaan we weer een lus maken. Die op de naald zetten. En nou moeten we eventjes goed op gaan letten. Het is niet heel ingewikkeld.
Probeer het zo duidelijk mogelijk te laten zien. Je moet de eerste draad aanhechten. Nou, we hebben net die bloemblaadjes gemaakt. En die bloemblaadjes bestaan eigenlijk uit 4 stokjes. Het eerste stokje zijn die 2 losse, dan 2 echte stokjes. En het laatste stokje zijn de 2 losse die weer naar beneden bogen. Zijn gebogen. Nou, dus 1, 2, 3, 4. Tussen het tweede en het derde stokje steken we de naald achterlangs in. Dus tussen die 2 stokjes. En vervolgens steken we de naald in de ruimte waar we ook de bloemblaadjes in hebben gemaakt. Dus steken we weer naar achteren. Kunnen we het bloemblaadje dubbel naar voren vouwen. En dan maken we een halve vaste. Nou haken we dus eigenlijk om dezelfde losse boog waar we de bloemblaadjes hebben gehaakt. We gaan nu in ieder bloemblaadje gaan we 3 stokjes en 2 losse haken. Nou, het eerste stokje bestaat weer uit 2 losse. We slaan om en dan steken we weer in diezelfde ruimte in. We leggen het einddraadje weer over de naald. Dan haken we een stokje. We slaan weer om, steken weer in dezelfde ruimte in. Haken nog een stokje. Dan 2 losse. Kijk, dan ziet het er zo uit. Na die 2 losse gaan we weer naar het tweede bloemblaadje. Dan zoeken we weer het midden op. Steken we weer achterlangs de naald in. Oh, eerst omslaan. Achterlangs de naald in. Dan door dat gat weer naar achteren. Dan kan je mooi het bloemblaadje omvouwen. Het einddraadje weer even over de naald. Dan gaan we een stokje haken. En in dezelfde ruimte haken we nog 2 stokjes. Zodat we weer 3 stokjes hebben gehaakt. En vervolgens haken we 2 losse. Nou komen we bij het einddraadje van de bloemetjes. Dat leggen we naar achteren. Samen met de kleur waar je nu mee bezig bent. We slaan weer om. Steken weer tussen het tweede en het derde stokje van het volgende bloemblaadje in. En steken dan door de ruimte. Vouwen het bloemblaadje dubbel. Haken weer 3 stokjes in die ruimte. Het is even gefriemel, maar dit is het lastigste van het hele project, dus het valt wel mee. Na de 3 stokjes haak je weer 2 losse. Je slaat de draad weer om de naald. Zoekt het midden van het volgende bloemblaadje. Steekt achterlangs in en dan weer naar achteren in de ruimte eronder. Legt de afhechtdraadjes over de naald. En haakt weer in die ruimte 3 stokjes. Nou, op dit moment kunnen we die draadjes wegknippen. Dan zitten ze genoeg vast. Na de 3 stokjes haken we weer 2 losse. We slaan om. Steken weer achterlangs in het midden van het bloemblaadje. En vervolgens in de ruimte eronder vouwen het bloemblaadje dubbel. En haken weer 3 stokjes. En 2 losse om naar het volgende bloemblaadje te gaan. Dan zijn we al bij het laatste bloemblaadje. We slaan weer om. Steken in het midden in en in de ruimte eronder weer naar achteren. Haken weer 1, 2, 3 stokjes. En 2 losse. Nou zijn we rond en gaan we sluiten met een halve vaste op de tweede losse waar we mee zijn begonnen. Halve vaste. Onder 2 draadjes door.
afsluiten. En dan nemen we de schaar en knippen de draad weer af op 1 cm of 6. Nou, het begint ergens op te lijken. Gaan we nu de blaadjes doen. Dus ik pak mijn groene garen. De blaadjes zijn een soort bobbelsteek. Ik maak weer een lus. Zet hem op de naald. Hier zijn we geëindigd. Dit is de ruimte voordat we eindigden. Ik begin in de tweede ruimte, voor het eindraadje. Ik steek de naald in die ruimte en maak mijn draad vast met een halve vaste. Ik leg de groene draad langs die losse reeks. En dan gaan we dat soort bobbelsteekje maken. We slaan om, steken in het gat, pakken de draad, halen terug. Dus 1, slaan om, pakken de draad, haal terug. Is 2, slaan om, pakken de draad, haal terug. Is 3. Dan heb je een hele bos lussen op de naald. Omslaan en door al die lussen heen manoeuvreren. Het gaat niet met ieder garen even soepel, maar we komen er wel. Als je door al die lussen heen bent, maak je de bobbel af met 1 losse. Dan gaan we in iedere ruimte 2 van die bobbels maken. Dus sla om, steek in de ruimte in, pak de draad, haal terug, is 1. Sla om, pak de draad, haal terug, is 2. Sla om, pak de draad, 3. En dan weer door al die lussen op de naald. En 1 losse om het vast te zetten. We nemen de draad door mee naar de volgende. We haken 2 lossen om naar de volgende opening te gaan. Die draad achterlangs nemen we gewoon mee. We slaan om. Steken in het gat. Pakken de draad. Sla om. Steken in het gat. Pakken de tweede keer de draad. Sla om. En voor de derde keer de draad. En dan sla om en haal weer door alle lussen heen. En eindig met een losse om de bol vast te zetten. Nou, gaan we het tweede bobbeltje in deze ruimte maken. Omslaan, insteken, doorhalen, omslaan, insteken, doorhalen, omslaan, insteken, doorhalen. Sla om, haal door alle lussen op de naald. 1 losse om het vast te zetten en 2 losse om naar de volgende opening te gaan. Nou, die groene draad die zit genoeg vast. Dan nemen we alleen de blauwe draad mee. Leggen we weer langs die losse lijn. Dan gaan we weer 2 bobbeltjes in deze ruimte maken. Omslaan, in het gat draad pakken, omslaan, in het gat draad pakken, omslaan, in het gat de draad pakken. Omslaan, door alle lussen op de naald. 1 los om hem vast te zetten. En dan gaan we weer 3 keer omslaan, draad pakken, omslaan, draad pakken, omslaan, draad pakken. Draad door alle lussen op de naald. Sluiten met een losse. 2 lossen om naar de volgende opening te gaan. Omslaan, draad door het gat, omslaan. Draad door het gat, omslaan, draad door het gat, omslaan, draad door alle lussen en een losse om het vast te zetten. En nog een keertje in dezelfde ruimte, omslaan, draad doorhalen, omslaan, draad doorhalen, omslaan, draad doorhalen, omslaan, door alle lussen op de naald, 1 losse. Kunnen we nu even de draadjes afknippen. Altijd opletten dat je niet je werkdraad afknipt. Nou, we moeten nog 2 keer een opening vullen. We haken weer 2 lossen om naar de volgende opening te gaan. Omslaan, draad door het gat halen, omslaan, draad door het gat halen, omslaan, draad door het gat halen. Omslaan, door alle lussen op de naald halen.
En een losse om de boel vast te zetten. Omslaan draad door het gat. Omslaan draad door het gat. Omslaan draad door het gat. Omslaan draad door alle lussen. En een losse om de boel vast te zetten. Twee losse. En dan hebben we nog één opening over. Omslaan. Draad doorhalen. Omslaan. Draad doorhalen. Omslaan. Draad doorhalen. Omslaan. Draad door alle lussen op de naald. Eén losse. En het laatste bubbeltje. Oh, wat doe ik nu? Omslaan. Draad doorhalen. Omslaan. Draad doorhalen. Omslaan. Draad doorhalen. Omslaan. Draad door alle lussen op de naald. Eén losse. En dan twee losse. Om naar de eerste bobbeltjesreeks te gaan. Die gaan we dan sluiten. Hier. Met een halve vaste. En dan vervolgens gaan we de boel weer afknippen. Op een centimeter of 6. En dan gaan we naar de laatste toer. We zijn wel bijna klaar. Ik had voor de laatste toer wit gekozen. We maken weer een lusje. Schuiven het lusje op de naald. Dan gaan we nu eens even kijken. Hier is de einddraad. Deze opening. We tellen terug. De tweede opening vanaf de einddraad. Daar gaan we weer met een halve vaste de draad vastzetten. Nou zit die vast. In deze opening gaan we drie stokjes haken. En het eerste stokje bestaat weer uit twee lossen. We leggen de draad, de einddraad, langs de lossen. Twee lossen en twee stokjes. Telt als drie stokjes. Dan gaan we tussen deze twee bobbeltjes twee stokjes haken. We hebben die draad gewoon weer er langs liggen. Daarom haken we weer gewoon omheen. Twee stokjes tussen de twee bobbeltjes. Dan in de grote opening gaan we zes stokjes haken. Zes stokjes. Dan zijn we bij de einddraad van de vorige toer gekomen. Die leggen we ook langs ons werkje. Dan tussen die twee bobbeltjes gaan we weer twee stokjes haken. Gewoon ertussenin, daar zit ruimte tussen. Nou, de witte draad die is nu al klaar. De groene draad die nemen we nog even mee. In de volgende grote ruimte gaan we weer zes stokjes haken. Dus ik omhaak de groene draad nog eventjes een tijdje. Zes stokjes. Nu kunnen we die twee draadjes even afknippen. Die gaan nergens meer heen. Dus nu hebben we gehaakt een groepje van drie in de grote ruimte. We eindigen hier straks ook met drie, dus dat worden de zes. Tussen de bobbeltjes haken we de twee. Toen hebben we een groep van zes, een groep van twee, een groep van zes. Gaan we nu tussen de bobbeltjes weer twee stokjes haken. En nu komen we weer in zo'n grote ruimte waarin zes stokjes komen. Maar er is iets afwijkends. We beginnen met drie stokjes. Dan haken we vier lossen. Dan slaan we de draad om de naald. Want we gaan een stokje haken in de vierde
lossen vanaf de naald. 1, 2, 3, 4. En dan steek je onder twee draadjes door. En dan haak je een stokje. Kijk, we haken nu feitelijk dit lusje. En dan slaan we de draad weer om de naald en haken drie stokjes in dezelfde grote opening. Dus wat hebben we nu gedaan? We hebben drie stokjes gehaakt, vier lossen. Vervolgens hebben we een stokje in de eerste van de vier lossen gehaakt. En drie stokjes in dezelfde open ruimte. Tussen de twee bolletjes haken we weer twee stokjes. In de volgende open ruimte, grote ruimte, haken we weer zes stokjes. Tussen de twee bolletjes haken we weer twee stokjes. In de volgende grote ruimte haken we weer zes stokjes. Tussen de laatste twee bolletjes haken we weer twee stokjes. En dan zijn we aan de overkant van dat lusje. Dus waar we begonnen zijn met drie stokjes, in die ruimte haken we nu ook weer drie stokjes. Vervolgens haken we vier lossen, slaan de draad om en haken in de vierde lossen vanaf de naald één stokje. En dan gaan we sluiten met een halve vaste op de tweede lossen waar we mee zijn begonnen. Onder twee draadjes door. Halve vaste. We pakken de schaar, knippen de boel weer af op ongeveer 6 centimeter, trekken de draad door de lus en voilà. Als het goed is, ziet het er ongeveer zo uit wat jij nu hebt gehaakt. Als je dit filmpje een paar keer samen doet, daarna haak je deze tegeltjes blindelings weg. Ik zeg, zet hem op. En als je wil weten hoe je de kantstukken moet haken en de hoekstukken, dan bekijk je het volgende filmpje in de afspeellijst. Ik zeg veel succes en tot snel!